Ik maak dus een team van mijn pitch. Dan kijk ik wie er in de kamer zit. En stel dat er een financiële persoon en een marketingpersoon zit. Dan haal ik expres 2 slides uit mijn pitch. Die stop ik in mijn broekzak. Omdat ik dan weet, een goede marketeer pikt eruit dat ik hier geen plan in heb zitten. En een goede finance persoon gaat hier vragen naar, waar is je prognose of waar is je budget? Die haal ik eruit. Daarmee geef ik hen de kans om zichzelf te valideren. Zij zijn gevraagd om die vraag te vinden. Dus dat doen ze. En vervolgens is de persoon aan de overkant blij, want die heeft zijn team meegenomen. Die doen hun werk. En dan komt hij. Ik ben blij. Ik zie deze 2 vragen al aankomen. Dus jij stelt die vraag en vervolgens kom ik met een voorbereid plan. En de finance man stelt die vraag. Alsjeblieft, hier hebben ze allebei. Je scoort sowieso al een 8, al pikken ze die 2 fouten er niet uit. Ja. Pikken ze het er wel uit, dan scoor je dus een 9 en een 10. Maar eigenlijk, omdat je ook nog eens vragen goed kunt beantwoorden. Ja. En meer en beter voorbereid was dan je laat zien, scoor je een 11. En dus is 8 plus 2, 11.